Hi allemaal en welkom terug bij een van mijn filmpjes. En zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag met een hele leuke video. Namelijk, vandaag ga ik het met jullie hebben over mijn nieuwe oorbellencollectie samen met Me Online Shop, The Magical Christmas Collection. Ik ben super excited jongens. We hebben weer een collectie samengesteld, dus ik bedenk het altijd een beetje. Miranda die maakt het en het is gewoon best wel tris. Ik word hier altijd heel excited van. Vandaag in deze video ga ik dus eerst duiken in de belangrijke informatie. Dus denk aan wanneer is het? Kortingscode heb ik voor jullie voor de collectie. Allemaal zulke soort dingen ga ik in het eerste gedeelte bespreken. Dat zal ook duidelijk zichtbaar zijn in het balkje hier zo onder. Zie je allemaal tapjes. Het is dus wel belangrijk om even het tapje belangrijke informatie te kijken, want daar waarschijnlijk 9 van de 10 vragen die je misschien zal hebben zal daarin beantwoord worden. Mocht je natuurlijk nog een vraag daarna hebben, kan je het altijd achterlaten in de reactie en zal ik mijn best doen zo snel mogelijk daarop te reageren. En na alle belangrijke informatie ga ik alle oorbellen aan jullie laten zien, 1 voor 1, ook in het oor. En ja, ik heb er gewoon echt mega veel zin in om dit allemaal met jullie te gaan delen. Ik vind het altijd zo vet. Voordat we erin gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden, is maar 1 druk op die zwarte knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, te checken dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu erin gaan duiken. Als eerste laten we het heel eventjes snel over Me Online Shop zelf hebben. Waarschijnlijk kennen jullie Miranda al en haar kleine bedrijf door al mijn video's in het verleden. Maar mocht je het nog niet kennen, gaan we het heel even snel naar kijken. Dit is haar website. Zij maakt zelf superleuke handgemaakte oorbellen. Ze zijn prachtig. Zoals jullie weten, ik ben zelf ook gewoon vaste klant bij haar. Ben heel erg fan. En in het verleden hebben we dus samen al wel eens een collectie uitgebracht. En ik vind het zo leuk om te doen. Dus ik vond het ook superleuk dat Miranda dit weer met mij wilde doen. En dit keer dus voor het eerst een kerstcollectie. Wat ik super leuk vind. Nu was onze vorige collectie die we uit hebben gebracht de eerste magical collectie. En daar werd zo goed op gereageerd. Want voorheen maakten we een beetje van alles en nog wat. Maar altijd was het magische Disney geïnspireerde paar hetgene wat het beste verkocht. En wat jullie het leukste vonden. Dus toen hadden we besloten om een hele Disney geïnspireerde collectie te maken. En dat liep zo goed. Nog steeds super bedankt daarvoor. En daardoor dachten we zoiets van laten we een kerstmagische collectie maken. Dan, dit is heel erg belangrijk, de pre-order datum. Dus vanaf wanneer kun je deze oorbellen shoppen? Dat is vanaf zondag 10 november 19.00, dus 7 uur 's avonds. Je ziet het in beeld. Tot en met vrijdag 15 november 7 uur 's avonds. Dit is heel erg belangrijk. Je ziet het nu in beeld. Mocht je de oorbellen willen shoppen, schrijf dit dan op in je agenda. Zorg dat je klaar zit. Want deze periode is dus een pre-order. Na vrijdag 15 november komen de oorbellen nooit meer terug. Dus als je ze wilt hebben, dit is je kans. Het is maar voor een paar dagen. En daarna zullen ze nooit meer terugkomen. Dus als je te laat bent, heb je zeg maar pech. Dus zorg dat je op tijd bent, mocht je een paar willen. Nou, wat houdt nou een pre-order in? In principe houdt dat in dat iedereen vrijuit kan bestellen. Toen we de eerste paar collecties maakten, toen deden we echt een aantal maken en dat was het. Maar dat zorgde ervoor dat heel veel mensen misgrepen, dat heel veel mensen verdrietig waren en ook gewoon dat de website helemaal crashte. Dus toen op een gegeven moment zijn we overgeschakeld naar een pre-order. Dat houdt in dat iedereen gewoon kan bestellen wat ze willen. Dus merk je nou bijvoorbeeld aan het begin van de verkoop, dus zondag, dat de website er moeite mee heeft, kom dan gewoon de dag erna terug. Grote kans dat die dan gewoon werkt, omdat je hebt gewoon de tijd in die dagen om het te shoppen zonder dat je gestrest hoeft te zijn of je een paar kan bemachtigen en het uitverkocht raakt. Dan nadat je het hebt besteld, dan wordt het gemaakt. Dus hou er rekening mee dat uiterlijk 3 weken na je bestelling het kan verzonden worden. Omdat Miranda het natuurlijk allemaal zelf met de hand maakt. Het snijdt, het bakt, het bewerkt, het schildert. Het is echt insane wat ze allemaal doet. Maar dat kost natuurlijk tijd. Dus hou daar alsjeblieft rekening mee. Nu is het wel zo dat Miranda begint niet vanaf nul. Natuurlijk, door het succes van de andere keren begint ze al met setjes maken voordat de pre-order begint. Dus dit is gelijk even de tip voor de mensen die naar mij sturen van zal het op tijd binnen zijn? Want ik heb een tripje op deze datum naar Disneyland Parijs met de kerstviering. Daarvoor zijn deze oorbellen natuurlijk perfect. Die vraag krijg ik al de hele tijd op Instagram. Wat je dan moet doen is dus gelijk op de zondag bestellen. Want omdat zij dus al vooruit aan het maken is, die kunnen gewoon maandag al op de post. Dus als je zoiets hebt, ik wil het heel graag meenemen naar mijn Disney trip, zorg dan dat je gelijk zondag bestelt. Dan natuurlijk ook krijg ik altijd vragen naar waar het van is gemaakt, de kwaliteit, de
prijzen waar dat op gebaseerd is, al die dingen. Dus daar gaan we het ook even snel over hebben. Al deze oorbellen zijn met de hand gemaakt met hoogwaardige kwaliteit materialen. Wat betekent, als jij er gewoon netjes mee omgaat, kun je hier levenslang mee doen. Ik heb oorbellen van Miranda echt al jaren en jaren die ik actief draag en nog steeds prachtig zijn. Dus je betaalt ook echt voor mooie kwaliteit oorbellen. Alle stekers en dingen zeg maar die in je oor gaan, zijn gemaakt van RVS. Wat betekent dat het niet verkleurt, dat het mooi blijft wederom. Verder gebruikt ze ook klei, zoetwaterparels en alles wordt met de hand gemaakt. Dit zorgt ervoor dat het natuurlijk niet prijzen zijn dat je oorbellen gaat shoppen bij de Primark of zo. Deze blijven echt mooi, zijn met hand gemaakt, hoogwaardige materialen. Dus de prijs is daar ook wel naar. Je betaalt ook echt iets waar je heel lang plezier van zal hebben. Verder krijg ik ook heel vaak de vraag over gewicht. De oorbellen wegen, jongens, letterlijk bijna niks. Zelfs met het grootste paar van deze collectie. Nu moet ik zeggen, er zit niet echt een mega paar dit keer in. Maar allemaal, het voelt gewoon alsof je niks in je oor hebt. Ze zijn zo intens licht. Dus als je daar bang voor bent. Ik hou er zelf ook niet van als oorbellen zwaar zijn. Dit zijn gewoon echt oorbellen. Die heb je in. Voel je niet zitten. En kan je dus gewoon heel gemakkelijk de hele dag dragen. Je vergeet gewoon dat je zin hebt. Dat is het basically. Dan ook de collectie is zeg maar bij default goud. Maar merendeel van deze collectie is zowel verkrijgbaar in het goud als zilver RVS. Ik zal straks dus er ook bij vermelden als ik de setjes per stuk laat zien of ze ook in het zilver kunnen, ja of nee. Want sommige kunnen dat helaas niet door de manier waarop ze zijn gemaakt, maar de meeste kunnen dat wel. Maar nu is het zo dat er gewoon heel weinig vraag is naar zilver. Dus Miranda die maakt ze, die ze nu vooruit maakt, zeg maar eerst in het goud. Dus hou dat in gedachten. En hoe je dit doet, ik ga het heel even heel duidelijk voor jullie in beeld laten zien. Als je Miranda haar website opent en je hebt de setjes in je mandje gedaan die je graag zou willen shoppen, dan heb je bij het afrekenen een balkje en daar staat dat je een opmerking kan achterlaten over je bestelling. Als je daar gewoon even simpel invult, ik zou heel graag deze paar oorbellen in het zilver willen, dan zet ze dat gewoon voor je om, als dat dus kan. Als dat paar oorbellen in het zilver kan. Dus dat is het enige wat je hoeft te doen en dan krijg je ze in het zilver. En dan het allerlaatste wat ik nog even snel wil zeggen. Ik heb een kortingscode voor jullie. Namelijk als je mijn kortingscode gebruikt, NOELL10, je ziet het in beeld, dus eigenlijk Noel in plaats van Noël. Met dubbel L schrijf je mijn naam. Zie je in beeld, daarmee krijg je 10% korting op de gehele kerstcollectie. Dus als je zoiets hebt van, oeh, ik wil graag bestellen, maar ik wil eigenlijk die twee, maar ik weet niet, 10% korting. Dus dat scheelt ook echt lekker. Dus vergeet die vooral niet, want nadat je hebt besteld, kunnen we het natuurlijk niet meer toevoegen aan je bestelling. Dus je ziet het in mijn beeld, schrijf het er gelijk bij in je agenda, dat je niet vergeet dat erbij iets doen. Oké, dat was dan alle belangrijke informatie. Dan gaan we nu echt duiken in de oorbellen. Ga ik ze aan jullie laten zien. Ik hoop zo erg dat jullie ze mooi vinden. Het is altijd zo'n lang proces voordat we hier zitten. Met dat ik het allemaal bedenk, dat Miranda het maakt en dan een beetje trial and error. En dan uiteindelijk zit ik hier. Dus ik vind het altijd super exciting. Laten we maar gelijk beginnen met een paar waar jullie mega enthousiast over waren op Insta. En jullie hebben ze al de hele video kunnen zien, want ik heb ze al de hele tijd in. Dit zijn ook zeker een van mijn persoonlijke favorieten. Ik moet zeggen, ik heb er wel heel veel die een van mijn favorieten zijn. Want het zijn natuurlijk mijn baby's, ik heb ze bedacht. Maar kijk even hoe cute. Dit zijn de Candy Cane oorbellen. En kijk dan even hoe schattig. Dit is natuurlijk echt perfect voor de kerst. Ik wilde echt gaan voor die rood met wit. Wat je gewend bent met kerstkleuren. Dus ik denk dat dit er eentje is die zo goed bij al je kerstoutfits zal gaan. Dat was in elk geval mijn idee. Deze gaat dus met ringetjes in het oor. Daar ben ik gewoon heel erg fan van. Zeker met op het oog dat je ook deze misschien naar Disneyland Parijs of een Disney Park zou dragen. Dat het ook veilig zit in attracties. Dat je niet bang hoeft te zijn dat het eruit zal vallen. Deze klikken vast. Zijn super fijne ringetjes. En daaronder krijgen we dus dan een strikje. Een Minnie Mouse inspired strikje in het rood met witte stipjes. Die heeft ze dus ook allemaal met de hand één voor één erop gestippeld. Kijk even hoe cute. Daardoor zijn ze dus ook allemaal heel uniek, wat heel leuk is. En daaronder, om het dus kerstig te maken, krijg je de Candy Cane. Echt zo cute. Ik vind ze gewoon mega draagbaar. Ik word er helemaal vrolijk van. De Candy Cane oorbellen zullen te koop zijn voor €24. Dat is dus nog zonder de kortingscode. Met mijn 10% korting krijg je dus dan €2,40 korting. Dus dat is ook nice. En deze zal ook verkrijgbaar zijn in het zilver. Dus kan zowel in het goud als zilver. Dan jongens, nog een paar waar ik obsessed mee ben.
Kijk hoe freaking stinking cute. Dit is geweldig. In de vorige collectie hadden we ook een Winnie de Pooh geïnspireerd paar oorbellen. En daar werd toen super goed op gereageerd. Ik vond ze ook geweldig, zoals jullie weten. Ik ben de laatste tijd echt mega geobsedeerd met Winnie de Pooh. Dus ja, deze ga ik heel veel dragen. Zeker naar het park. Kijk hoe cute. Deze heet dus O-Bother 2.0. Want we hadden al een O-Bother. Dus dit is eigenlijk een nieuwe variant van de Winnie de Pooh oorbellen. En ik wilde dus Winnie de Pooh die in kerstthema was. En ik wilde ook een iets leuker oorstekertje. Dus dat hebben we ook gedaan. Dus deze gaat met een steentje in het oor. Wat er heel erg mooi uitziet. Hij twinkelt ook echt heel erg leuk. En dan daaronder krijgen we gewoon simpelweg Winnie de Pooh in het geel natuurlijk. Wat hij is. En dan met een kerstmutsje op. Echt, hoe schattig zijn deze. Ze heeft ook echt dat wit helemaal met puntjes erin gezet. Zodat het een beetje het idee geeft alsof het een fuzzy kerstmuts is. Ik vind ze echt perfect. Ik wilde ze niet too much, dat er te veel gebeurde en het wegnam van het geheel, als dat logisch klinkt. Zeg maar, ik vind dit perfect. En dan past het bij al je leuke kerstoutfits. En wie houdt nou niet van Winnie? De O-Bother 2.0 kunnen helaas dus niet in het zilver, omdat ze een bijzonder oorstekertje hebben. Dus deze komt alleen in het goud, maar de details van het goud zijn heel minimaal. Want je ziet het dus bijna niet door dat steentje. En deze zal te koop zijn voor 23 euro. En dat is nog zonder de kortingscode. Dan laten we maar gelijk nog eentje doen die echt fave was onder jullie op Instagram. Ik doe iedere keer van die polletjes wat jullie het leukste vinden. En deze scoorde ook echt heel erg goed. Wat ik begrijp, want hij is zo cute. Dit zijn namelijk de mini oorbellen. En deze vind ik niet alleen perfect voor kerst. Deze kun je ook gewoon normaal dragen. Dus ja, dit is gewoon eentje die je heel het jaar rond kan dragen. Maar ook perfect is voor de feestdagen. De mini oorbellen zijn echt heel erg leuk. Want het gaat namelijk met een balstekertje in het oor. Maar ik wilde niet gewoon simpel dat de mini daar aan hing. Ik wilde even lekker wat anders. Dus dat hebben we bereikt met een ringetje eronder te doen. En dan twee gaatjes in het strikje van haar. En daarmee aan het ringetje te verbinden. Daardoor heeft hij een veel meer unieke look, vind ik zelf. Ziet er echt heel erg leuk uit. En wat ik ook heel leuk hieraan vind, is dat ze daardoor iets lager hangen en dan bungelt het ook heel leuk als je loopt. En omdat deze verder vrij simpel waren, wilde ik met texturen en glitter gaan werken. Dus we hebben dan mini eronder met een strikje erop. Die zit er ook echt 3D op, wat er heel leuk uitziet. En dan daarna heeft ze daar groene glitter op aangebracht. En het glittert ook echt heel erg. En het heeft ook een soort glans effect eroverheen met dat laagje glitter. Het ziet er echt geweldig uit. En dan het mini hoofd zelf heeft ook een structuurtje erin zitten. Die wilde ik niet simpel glad hebben. Ik weet niet. Ik vind die structuurtje altijd gewoon heel erg leuk. Dus ja, door dat groene strikje perfect met bijvoorbeeld een groene kerstoutfit. Maar zoals ik al zei, deze kun je gewoon altijd dragen. Deze is super leuk überhaupt. Als je een Disney fan bent. Ja, hoe cute zijn deze? De mini oorbellen zullen te koop zijn voor 25 euro. En deze kunnen ook in het zilver. Wat super fijn is. Dus dan wordt echt alles vervangen. Ook die ring daarboven in het zilver. Ik zal wel heel even snel nu een fotootje invoegen. Want ik had even gedubbeld gecheckt bij Miranda of dan inderdaad alles. Inderdaad alles. Zo ziet het er dan uit. Dus mocht je het in zilver willen, kan dat ook. Dan een paar waar ik persoonlijk geobsedeerd mee ben. Ik ga deze zoveel dragen, dat weet ik nou al. Dit is ook echt best wel een klein paar, wat jullie ook zullen zien als ik het zo in heb. Er zitten meerdere setjes hierbij in die vrij subtiel zijn. Dus als je meer van de kleine oorbellen bent, zijn deze ook perfect. Maar jongens, ik vind echt, als ik er foto's van maak en video van maak, het doet het geen justice. Hoe cute deze zijn. Ze zijn zo cute. Dit zijn namelijk de twinkle oorbellen. En ik vind deze, zoals ik al zei, echt perfect. Hij gaat met een klikring in het oor, wat we al eerder hebben gezien. Zit gewoon heel erg comfortabel en zit goed vast. En daaronder krijgen we dan een rood sterretje. Zit wederom weer ook echt een structuurtje in. Dus is niet simpel glad. Heeft een beetje een structuurtje. En daarbovenop krijg je een Mickey Cookie. Kijk hoe cute. Ik vind het zo cute. En we hebben ook echt gekozen dat er een paar details op zitten. Alsof je zelf zeg maar kerstkoekjes aan het bakken bent. Dus hij heeft van die witte streepjes en zijn knoopjes zijn rood. Maar het is allemaal niet perfect. En dat is expres. Want we wilden dat het leek alsof je echt zelf kerstkoekjes aan het bakken bent. En zoals ik al zei, ja, het is zo moeilijk om deze justice te doen. Want ze zijn zo cute in het echt. Dus ik hoop dat ik het kan overbrengen. Als je dus van kleinere oorbellen houdt, zijn deze perfect. Maar er gebeurt wel heel veel. Ook al zijn ze klein. Wegen wederom niks. Ze bewegen heel erg leuk, zoals je ziet. De twinkle oorbellen zullen te koop zijn voor 22 euro. En ze kunnen ook in het zilver. Yeah! Dus als je ze in het zilver wilt, kan ook.
Dan jongens, jullie voelen hem waarschijnlijk al aankomen, maar hier zo hebben we de Bambi 3.0. En ik ben obsessed. En jongens, dit was een uitdaging voor Miranda, het ontwerp wat ik had gemaakt. Deze waren erg lastig te maken, maar het is er gelukt. En ik vind echt, it pays off, zeg maar. Ze heeft er heel veel moeite voor gedaan om hem zo te kunnen krijgen. Maar ze zijn perfect. Ze zijn echt geweldig. Precies zoals ik voor ogen had. Zoals jullie weten hebben we de Bambi oorbellen al vaker uitgebracht. We hadden eentje met swirls in roze en oranje. Daarna hadden we met splashes of color geïnspireerd. En iedere keer is het een van jullie favorieten. Dus we dachten we doen ook een kerstvariant ervan. De Bambi 3.0 is dus eigenlijk hetzelfde ontwerp, maar een ander design als dat logisch klinkt. Dus het gaat met een balletje stut in het oor. Dan krijg je dus twee Mickey hoofdjes. De een klein, de ander groot. Die in tegenovergestelde richting eronder zitten. En dan heeft hij dus een soort swirly patroon. Met rood, wit, groen en een beetje goud. Het goud metallic is maar een heel klein beetje. Het zit er niet mega veel in het ontwerp. Maar ze zijn zo freaking mooi. Het was alleen heel lastig dat het niet allemaal met elkaar te veel ging mengen, zeg maar. En dat het een beetje een zooitje werd, als dat logisch klinkt. Maar uiteindelijk heeft ze het echt genaild. Het ziet er prachtig uit. Ja, ik ben er obsessief mee. Ik denk dat dit gewoon kerst schreeuwt. En met de Mickey hoofdjes is het wel weer vrij subtiel. Ook al is het dus een bekend ontwerp al. Nu dus in een kerstjasje. De Bambi 3.0 kunnen ook in het zilver. Dus dat is ook weer leuk. Dan krijg je een zilver knopje en ringetjes eraan. En deze zullen te koop zijn voor 23 euro. Nog zonder mijn kortingscode. Ik zal hem wel af en toe even random in deze video een beeld brengen. Dat je het niet vergeet. Maar ja, ook geweldig. Ook obsessief mee. Dit is ook echt eentje die ik in zal hebben met kerst. Dan nog een paar, jongens. Deze zijn zo cute. Ik ben sowieso de laatste tijd heel erg met kerst. Ook in interieur geobsedeerd door cookie geïnspireerde kerstdecor. Dus we hebben ook nog een cookie ontwerp. Deze heette dus ook Cookie. En kijk even hoe leuk. Ik wilde graag een iets andere oorsteker. We hebben natuurlijk veel knopjes, ringetjes. Dat is gewoon wat ik het vaakste draag. Maar ik wilde gewoon even wat, ja, wat leuks, wat anders. Dus dat zijn deze geworden. Dit zijn ringetjes en die gaan dus wel met een steker in het oor. Hebben heel leuk gevlochten idee eraan zitten. En dan vervolgens dus krijgen we een Mickey cookie eronder. Hoe schattig is deze? En er is ook echt een hapje genomen uit een van de oortjes. Waardoor je dus duidelijk kan zien dat het een cookie is. Je krijgt ook een beetje wit design erop aan de bovenkant. En een leuke smiley zit erin. Wederom, deze zijn vrij subtiel. Zijn niet zo groot. Ik heb echt rekening proberen te houden met de dingen die jullie iedere keer als feedback gaven. Nu moet ik wel zeggen, ik krijg ook heel veel vragen de laatste tijd naar studs. Ik zal dat opslaan. Dat zit niet in deze collectie, maar ik zal dat opslaan voor de volgende. Ik zal dat proberen te onthouden dat we ook een studspaar zullen uitbrengen dan. Maar ik heb dus echt mijn best gedaan. Er zitten wel wat grotere setjes ertussen, maar ook best wel wat kleintjes. En dit is er zo eentje die echt relatief klein is, cute is, weegt ook wederom, net zoals allemaal, echt helemaal niks. De cookie oorbellen kunnen dus helaas niet in zilver. Dat komt wederom dus weer door de bijzondere oorsteker. En deze wordt verkocht voor 23 euro. Nog zonder de kortingscode. Dan een paar die zo freaking stunning zijn. Deze zijn echt heel mooi. Denk ook echt perfect als je naar de parken gaat. En hij is ook een beetje extra. Want deze is het enige paar met echte zoetwaterparels eraan. Dus dat is ook super mooi. Dit zijn de Peppermint Candy oorbellen. Stunning, stunning, stunning. Voor het geval je het nog niet kan zien. Ze zijn echt heel cute, jongens. En er zit wederom weer echt heel erg veel werk in van Miranda. Om te beginnen, we hebben dus weer een klikkering aan de bovenkant. Ik vind dat gewoon heel leuk. Geeft gelijk extra beweging aan de oorbellen. Ziet er heel erg mooi uit. En dan vervolgens hebben we dus een Mickey silhouet eronder. Met een peppermint candy idee. Vandaar dus ook de naam van dit setje. Maar het is ook echt, ja, ik weet niet of ik dat kan vangen op het beeld. Maar dat rood en wit zit er dus ook echt op 3D. Wat heel mooi effect geeft. Maar daarnaast het wit heeft ook een metallic witte gloed. Ja, ik weet niet hoe je dat zegt. Ik weet ook niet of jullie dat goed gaan zien. Maar het ziet er echt prachtig uit. Zeker met als er zeg maar licht op komt of daglicht. Zie je dat effect heel mooi. En dan vervolgens hangt er heel schattig een zoetwaterpareltje onder. Ik weet dat ik waarschijnlijk echt 100 keer in deze video prachtig en gorgeous ga zeggen. Alvast excuses ervoor. Maar ik vind ze zo ontzettend mooi geworden. Like, sorry. Maar dit is toch zo cute. De peppermint
moment Candy oorbellen zullen te koop zijn voor 27 euro. Dat zijn dus de duurste uit deze collectie. Maar dat komt ook door de zoetwaterparel en hoeveel werk hierin zit. Dus ja, ze zijn echt stunning. Ze zijn echt de moeite waard. En natuurlijk krijg je ook kortings met mijn kortingscode erop. En deze zal alleen verkrijgbaar zijn in het goud. Dan heb ik nog een paar dat wat subtieler is, maar zo ontzettend schattig. Dit was echt een van mijn favorieten toen ik ze had ontworpen. Want ik dacht, dit zou ook echt iets zijn wat ik heel veel zal dragen. Ik probeer altijd te denken van wat mis ik in mijn eigen collectie aan Disney oorbellen. Wat ik ook naar de park en zo zou willen dragen met de kerst. Dus dat was een beetje mijn gedachtegang. En ik denk dat deze zo goed zijn hiervoor. Dit zijn de Mary oorbellen. En we krijgen dus weer een ringetje. Een klikring waarmee het in het oor gaat. En dan daaronder krijgen we een klein kerstboompje met allemaal Mickey silhouet hoofdjes erop. Deze worden dus wederom weer echt met de hand erop aangebracht. Het is echt priegelwerk, want ze zijn heel erg klein. Jullie krijgen altijd echt close-up beelden, waardoor de oorbellen altijd wat groter lijken. Maar ik hoop dat jullie kunnen zien in het aanbeeld dat het niet zulke grote oorbellen zijn. Maar even serieus, ze zijn zo schattig. En ze doet dat dus allemaal met de hand. Dus dat zorgt ervoor dat ze ook een beetje speels heen en weer gaan. Ze zien er daardoor ook allemaal anders uit, wat heel erg leuk is. En ze zitten dan op een donkergroene kerstboom. Ze zijn prachtig. Dit is perfect voor de kerst. Dit is ook leuk, weet je, als je niet te Disney in je face wilt en dat het overal bij past. Deze zou je gewoon prima met de kerstdagen gewoon thuis kunnen dragen, weet je wel. Natuurlijk kunnen je die andere ook gewoon dragen, maar ik weet dat sommige mensen dat misschien niet zouden doen. Ik persoonlijk draag altijd Disney oorbellen, ook als ik niet in Disneyland Parijs of zo ben. Maar deze, ja, kunnen altijd met de feestdagen. Ik vind ze zo schattig. Obsessed met deze, hoe simpel ze zijn en hoe mooi ze zijn. De Mary oorbellen zijn de goedkoopste uit deze collectie. Ze zijn 21 euro en ze kunnen ook in zilver. Hey, stunning! Het voelt zo gek om dat over je eigen oorbellen te zeggen. Maar ik word er gewoon enthousiast van, jongens. En dan, eigenlijk zou dan de vorige het laatste paar zijn. Want we doen normaal altijd 8 paar oorbellen in de collectie. Maar dit keer hebben we er 9. Namelijk de Jack oorbellen. En ik dacht, hoe perfect is dit voor mensen die houden van Halloween en kerst. Plus gewoon omdat het natuurlijk in A Nightmare Before Christmas, kerst en Halloween gerelateerd is. Kan dit ook gewoon het hele jaar rond, vind ik. Als je als Jack inspo of Disney bound wil gaan. Hier zo hebben we dan de Jack oorbellen. Deze heeft ook een beetje een trial and error proces gehad, moet ik heel eerlijk zijn. Deze komen met ringetjes, klikringen in het oor. En dan vervolgens krijgen we Jack eronder. En hij heeft dus een kerst-Halloween-achtige muts op. Wat betekent dat het niet wit is, maar zwart-bont. Want dat vond ik er gewoon meer bij passen. Eerst hadden we dus eigenlijk dat zijn mond en neus en zeg maar dat allemaal zwart was. Maar het maakte het... Ja, ik weet dit niet. Ik voelde het niet. Het was too much en het zag er allemaal een beetje te moeilijk uit te leggen als je er niet bij was bij het proces. Maar in elk geval dus vandaar dat ik het vrij simpel heb gelaten. Maar je kan natuurlijk heel makkelijk zijn gezicht zien omdat het echt diepte heeft. Het is echt 3D zijn gezicht. Waardoor je de neus en de mond en ogen gewoon heel duidelijk kan zien. En deze zal verkocht worden voor 24 euro en zal ook in het zilver kunnen. Ik vind het echt zo leuk dat zoveel in het zilver kunnen. Nou jongens, dat waren dan alle 9 paarden oorbellen die dit keer in de Christmas Magical collectie zit van Mi Online Shop X Noël van Dreven. We hebben echt heel erg ons best gedaan om weer wat moois voor jullie te maken. En ik hoop echt heel heel erg dat jullie het weer leuk vinden. Ik heb dit al iedere keer gezegd in deze collab video's. En ik ga mijn best doen om dit keer niet emotioneel te worden. Want 9 van de 10 keer huil ik in deze video's. Maar ik vind de kansen die jullie mij geven zo ontzettend vet. En dit is daar zo eentje van. Want als jullie niet zouden kijken en niet zulke oorbellen zouden willen shoppen bijvoorbeeld, zou ik ook niet zulke coole dingen kunnen doen. En dit is echt iets, jongens, wat ik echt leuk vind. En waardoor ik YouTube nog steeds wil doen. Waarom word ik altijd emotioneel in deze video's? Ik vind het gewoon zo vet. En ik wil gewoon zeggen dat ik zo dankbaar ben voor jullie. Dat ik zulke coole dingen kan doen. En ik vind het zo cool. Het is ook al nu meerdere malen gebeurd in Disneyland Parijs dat ik abonnees tegenkwam. En dat ze naar me toe liepen en zo waren van, kijk nou wel, ik heb je oorbel in. En dat is zo bizar vet. En zo cool. En maakt mij zo dankbaar dat überhaupt mensen naar mij willen kijken. Maar ook dat ze
ons willen steunen. Niet alleen mij. Want je steunt natuurlijk ook gelijk een klein bedrijf. Een mama die zelf deze oorbellen thuis maakt. Het is zo ontzettend vet wat wij iedere keer voor elkaar krijgen samen. Met Miranda's talent voor oorbellen maken en mijn platform kunnen we zulke coole dingen doen. Ja. Insane. Echt insane. Dus ik wil jullie alvast ontzettend bedanken. De pre-order, ik zal het nog even herhalen, zal dus live gaan op zondag 10 november om 7 uur 's avonds 19.00. Ik ga daar zelf altijd mee in de fout, dus je ziet het in beeld. Tot en met vrijdag 15 november ook om 7 uur 's avonds. En daarna komen ze dus nooit meer terug. Dus als je oorbellen wil shoppen, de perfecte Disney kerstoorbellen naar mijn humble opinion. Klinkt zo stom om hetzelfde te zeggen, maar ik ben er echt trots op. Ik ben trots op wat we hebben gedaan en ik hoop ook heel heel erg dat jullie het leuk vinden. Ik vind deze video's en zo'n collectie live gaan zo ontzettend spannend nog steeds, want dan geef ik het aan jullie en dan is het maar afwachten of jullie het leuk vinden. Dus ik hoop heel erg dat jullie het leuk vinden. Laat vooral ook in de reacties achter of jij van plan bent om een paar te shoppen en of welk jouw favoriete paar is van deze collectie. Want dat lijkt me super leuk om te lezen en ik zal mijn best doen op zoveel mogelijk van jullie te reageren. En ja, dat was het voor deze video. Waarschijnlijk zal die veel te lang zijn, want ik ratel altijd te lang in deze video's. Ik heb in elk geval mijn best gedaan om het een beetje kort en bondig te houden, maar het zal het waarschijnlijk niet zijn. Nou, met dat allemaal gezegd hebben, vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren, dat is hier beneden. Is maar één druk op die zwarte knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! We'll be chilling and having a good, good time.